de nieuwste vorm van mountainbiken, freeride. Als ik freerider zeg, wat zeg jij dan? Dan zeg ik vette shit. Been- en kniebeschermers en scheenbeschermers, alles in één. Borstprotectie, niergordel, schouderprotectie en elleboogprotectie. De volledige rugprotectie. De rest ons het hoofd nog. De full integraal helm. Oh. 26 inch wielen, dat heeft elke mountainbike. Dat dit een heel slap bandje is, van bijvoorbeeld de stadsfiets. En je springt van zo'n drop af, als hier, dan is het gewoon... Geveerde voorvork is absoluut noodzakelijk. Nou, verder het frame, dat is natuurlijk het belangrijkste van de fiets. Dat is, je ziet wel hele dikke, stevige buizen. Verder natuurlijk goede, stevige, dikke pedalen. Met anti-slip pinnen erop. Nou, dikke, vette krenkstijl erop. En natuurlijk belangrijk, stuur. Je ziet het ook hier ook weer stevig voorbouw. Mooie, solide blok zit erop. Nou, en natuurlijk hydraulische schijfremmen. Super belangrijk. Het is in Canada ontstaan, in de buurt van Vancouver. Goed, Canada is natuurlijk bos en nog meer bos. En daar zijn gewoon van dit soort houten paden, daar komt het ook vandaan. Die hebben ze daar gewoon aangelegd. Op het moment dat er stukken bos gekapt werden, lieten ze die boomstronken staan. En daar gingen die mountainbikers, die gingen daar houten paden overheen maken. En daar is dat freeride ontstaan. Freeride is echt, het geeft een kick. Het is de nieuwste tak van mountainbiken en nou goed, je ziet het wel. Hoge sprongen, verre sprongen, hard naar beneden gaan. Je laat jezelf op en dan, ja, dan kom je dus van die rand af, bijvoorbeeld zoals daar. En dan land je en dan gaat alles goed en dan... Ja, dan valt er ook iets van je af en dan is het echt bam, yeah, dat is het, ja. Echt de adrenaline die dan vrijkomt? Absoluut, absoluut. Het is de ene stoot naar de andere, ja. De nieuwste vorm van mountainbike.